daar ben ik weer. Vandaag ga ik jullie leren hoe je moet hooghouden. Het allerbelangrijkste bij freestyle voetbal. Hier begint het allemaal. En waarom niet beginnen bij het begin? Klinkt logisch. Daar gaan we. Om te leren hooghouden heb je 3 dingen nodig. 1. Schoenen. Dat is niet eens waar. Je kan het gewoon op je blote voeten doen. Sokken, klompen, maakt niet uit. 2. Een bal. 3. Derde ding dat je nodig hebt, is heel veel doorzettingsvermogen. Als hooghouden nog niet zo goed lukt, dan gaat de bal heel veel vallen. En je moet elke keer de bal weer oppakken en weer doorgaan. Dit is lastig, maar je kan het. Mijn advies is, als je gaat leren hooghouden, doe dit ergens buiten. Ergens waar veel ruimte is. Doe het op een pleintje, op een voetbalveld, maakt mij niet uit. Maar zorg dat er niks kapot kan gaan. Als je nog niet zoveel controle hebt, kan de bal wel eens ergens heen gaan waar je het niet wil. En dan wil je niet dat hij net tegen de nieuwe fase van je moeder aankomt. Dus doe het ergens buiten, waar veel ruimte is, kun je lekker je gang gaan. De eerste tip is dat je moet weten waar je hem raakt op je voet. Je moet van tevoren bedenken, oké, daar ga ik hem raken. Dan concentreer op die plek en dat oefenen. Er zijn 2 plekken waar je hem kan raken. Je kan hem of op je wreef, bij je fetus. Als je hem op je wreef raakt, gaat de bal heel veel backspin krijgen. Hij krijgt heel veel effect naar jezelf toe. Of je raakt hem op je teen. Dan krijgt hij heel weinig effect. Je moet dit verschil maar eens gaan voelen. Dus testen, even op je wreef, even op je teen. En als je dat doet, merk je wat voor jou het fijnst is. Oké, tweede tip is dat je de bal hou je dicht bij je lichaam. Dit betekent dat je hem ook niet heel hoog moet schoppen. Dat is gelijk tip nummer 3. Zorg dat je controle houdt. Dus ongeveer ter hoogte van je middel is genoeg. Zorg ervoor dat hij dicht bij je is, dicht bij je blijft en ter hoogte van je middel. Oh, en 1 gouden tip nog. Als je gaat oefenen, ga in een hoekje staan. Je kan ook gewoon een rechte muur pakken. Werkt hetzelfde. Als je in een hoekje gaat staan hoog houden, ziet het misschien een beetje raar uit. Maar als de bal weggaat, heb je hem gelijk weer. Probeer maar eens. Oké, dat was hem. Je hebt het gezien. Nu is het aan jou. Nu moet je buiten gaan oefenen. Of binnen, maakt mij niet uit, maar maak er niemand mee boos, maak niet stuk. Nu moet je heel veel gaan oefenen, heel vaak doen en dan gaat hij vanzelf lukken, ik weet het zeker. Mocht je nou nog wel vragen hebben, stuur ze naar me. Zet ze hier in de comments of zoek me op een van de netwerken die ik hier beneden heb gelinkt en ik ga je helpen. Mocht het nou helemaal gelukt zijn, heb je de truc gewoon gedaan, dan wil ik het sowieso zien. Stuur mij je video op. Heel veel succes met oefenen. Later.